Heel. Morgen. Yo. Ik ben eerst aan het plassen en dan ben ik er, jongens. Dan gaan we meteen beginnen, want ik moet nog 14 potten. Echt superveel, man. We moeten maar weer. Let's go. Yes, zijn we dan. Ik moet even Hè? Ik weet het niet. Oh, daar is hij. Let's go. Oké, die zit nu, ja. Leeg. Nee, ik vind het mooi. Ja, ja. Ik vind 16-0. Ja, hopelijk weer 30, man. Maar nou, minimaal 27. Minimaal elite en dan album boven is mooi meegenomen, toch? Ik heb snel een Insta-storytje en dan gaan we beginnen. Oké. Okay. Even een linkje pakken. Zo. Wat een gifje erbij. Swipe up. Oké, nu staat hij wel mooi. Yes, oké, dan gaan we beginnen. Dat is goed, dan staat hij nu erop. Wow, nu al 200 kijkers houden. Ik moet naar de kapper trouwens, ik ben zo niet naar de kapper geweest. Deze week ga ik naar de kapper. Oh nee, Alexander heeft een rood. Ik moet even mijn Alexander al wegwerken. Even mijn Alexander wegwerken, jongens. Zo. Fires Bischko. I can't speak Dutch, German, Dutch. I can't speak. Sorry. Wat een team, lekker teampje. Ik heb snel een rode kaart wegwerken en dan gaan we beginnen. Oké.
Daar gaan we voor, Sybren. 30-0, tuurlijk. Daar gaan we voor. Ik ga het team ook gebruiken met de Illivis. Nee, in de Illivis mag het alles kiezen. En ja, natuurlijk heb ik natuurlijk niet het beste team nu. Dus in de Illivis ga ik alles heel anders maken. Maar ik zou nog misschien als... Ja, ik weet nog niet of laat weten of ik wat ik ga gebruiken in de Illivis. Maar ja, als de Illivis nadrukkelijk laat zien wat mijn team is, dan... Dan ga ik erop posten op mijn Instagram. Zou je het ook wel Pack eSports zien op de Instagram Pack. Yo, Chardo! Wat een beest ben je dat je bent. Wat een beest. Ga je het redden, denk je? Hoe bedoel je, Sibre? Oh, de 30-0. Ik denk dat je gaat eindigen. Ja, ik was minimaal 27-3, dan krijg ik 10 punten voor het WK. Want ik krijg, zeg maar, als je boven de 27-3 haalt, dan krijg je 10 punten. En als je eronder haalt, krijg je minder punten. Dus ik ben gekwalificeerd voor één event. Ik krijg sowieso minimaal 150 punten. Voor de Illivis krijg ik een bepaald aantal punten. En allemaal aan het eind van het jaar bij elkaar opgeteld. De beste 16 mag dan door naar het WK. Dus vandaar. Henk Pietersen, ik werk ook bij de Appie. Kijk, collega's dus. Collega's. Heel mooi. Ik moet even kijken of ik trouwens breaks tussendoor neem of niet. Maar zodat ik geen lange breaks zijn, zo hoofdje, zodat ik even frisse neus haal, dan kom ik weer. Want ik moet 14 potten, dat zijn wel, moet wel heel lang. Ik speel alleen thuis. Dat heeft meer de reden dat dan de verbinding wat beter is. Met de service. Dus dan weten jullie dat ook. Dat dat zo is reden. Emre Belly, zeg me niet! Is dit de echte Emre? Is dit de echte meneer Belly? Nee. Zeg me niet. Zeg me niet, is de echte Belly. Hoi, oh, Joop! Haha, de echte Belly in de chat, wat is dit dan? De echte Emre Belly, oh mijn god. Ja, ik keer zelf een vat doen. Ja, maar ik blijf het zo leuk vinden. Ik blijf het echt leuk vinden. Moest Kruijf, Kruijf is hard man. Kruijf is sowieso hard. Wow, is lijpe delay, dat wel man. Daar heb ik het geen last van gewoon. Verwennen. Oh shit. Oh oh. Let's go. Yo, Damon. Wat een beest. Ga je nog 18-1 of heb je al meer gespeeld?
Uh-oh. Ach. Oh, wat doet hij? Jammer. De voeder. Oh, ik miste hem. Nee. Uh-oh. Ja, mooi. Mooi. Oei, 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 dat was niet de bedoeling. Ja, goede actie. Nee. Dat was niet eens de bedoeling. Ah, jongen, 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 jongen. De spelers kunnen het niet meer. Ja, gaat aftreden nu. Oh mijn god. Yo, Kas. Dat is goed, jongen. Let, keeper. Tros op je. Oh, nee, 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 nee. Dank u. Kom maar, Cruijff. Lekker, Cruijff. Nee, dank u. Nee! Oeh, ging me net goed houden. Nou, Ronaldo komt niet. Nee, hij komt niet. Scheids. Dank u. Uh-oh. Ik stapte in. Dat is een goede tackle. Ik moet even 2-0 maken, man. Dat is wel iets te spannend. Nee! Uh-oh, goede actie. Ah, Sonis. Ah, goed. Come on. Nee, nee! Oei, joh. Zeg je dat, ouwe? Oei, oei, oei. Yo, Manuel, beest. Oei, oei, oei. Nee, hou op, joh. Dank u. Hey, ik moet even iets aanzetten, man. Dan, als je wel subscribe op mijn YouTube, dan komt dat in beeld.
Ik heb wel aanzetten, wacht. Ja, als het goed staat nu aan. Volgens mij kan ik nu ook zien. Ja, kijk eens. Finny Gaming 1, die heeft net gesubscribed. Zien we eventjes. Zou wel ziek zijn als we vandaag de 36k kunnen halen, man. Zou wel heel laat zijn. Die van de loting, pittig man. Pittig. Met Paschi is natuurlijk super goed. Bas de Vaal, ja, jullie kennen hem waarschijnlijk nog niet zo goed. Maar Bas de Vaal is een hele goede speler, is echt een wereldspeler. Heel veel op internationale, ik kon niet bij mijn woorden, internationale eventen geweest, evenementen geweest. Hè. Eindelijk komt hij eruit. Dus het is niet makkelijk. En Dani Visser ook. Dat is helemaal een beest. Die van Fortuna, die schijnt heel goed te doen op de Xbox. Ook internationaal heel goed op de Xbox, dus het is een leuk poeltje. Oeh, maar ik weet niet meer wie ik nog meer zit. Fortuna, Vitesse, Graafschap, volgens mij mis ik erin. Excelsior, ja. Volgens mij was dat mijn pool. Maar we gaan meemaken man, ik ben benieuwd hoe ik het ga doen. Ja, dom schot, dom schot. Oh, zieke actie hoor van die gast. Dan heb je lef hoor. Zo. Dan heb je lef vinken. Dan heb je lef vinken. Oh. Jezus, wat een lelijke bal. Johnny is nog aan toe. Ja, daar ga je. Ah, te mooi. Veel te mooi. Gast ook te goed voor dat soort acties. Danny Visser is één grote beest, joh. Ik denk dat hij het meest onderschatte jongen is van het moment. Hij is echt heel goed. Goeie bal. Goeie bal. Wat doet hij nou? Oh jee. Mm-mm-mm-mm. Yeah, ja, ze hebben inderdaad, Figo, je krijgt niet zoveel coins, maar ze hebben alle spelers zitten in de club, allemaal first owner, je kan kiezen wie je wilt, zeg maar. En dat wordt Demos. Komt ie aan. Ruudje Gullit! Boom! Ah, oh, wat een running!
kreeg het erg capsones, denk ik. Daardoor ging hij mis. Ik werd te arrogant. Nee, zeg me niet. Ah, loop niet door. Wat is dat nou? De pannenkoek. Nou, mijn tegenstander wordt een beetje zenuwachtig, merk ik al. Nou, hij gaat een beetje rushen. Laat ik de bal, als ik de bal krijg, mijn hoofdjes vasthouden. Dan wordt hij helemaal gek. Laat ik hem eventjes vasthouden. Even wegdraaien. Of nee. Moet het wel lukken natuurlijk. Nou, dat niet. Jeetje, hij reageert niet meer, man. Heel apart. Ja, dat is lullig, man. Dat heb je wel van die aannames, weet je wel. En dan wil je eigenlijk terugdraaien, dan gaat hij heel raar op zijn teen staan zo, en dan gaat hij bas op van. Heel apart wat hij net had. Ja, het klinkt heel hard. Kijk, mijn controle hangt zeg maar boven mijn microfoon. Dus het klinkt heel hard, maar het valt reuze mee. Het valt reuze mee. Ah, die is nu niet meer bij te houden. Och, wat een redding. Hij bewoog met zijn keeper volgens mij, anders was hij echt niet te houden. Of het was heel zacht ingeschoten. Oké. Okay. Jij gaat neer, man. Tjo! Ja, ik moet zeggen, mijn tegenstander kan er wel wat van, hè. Aardig spelletje. Buitenspel. Dan kan er wel wat van mijn tegenstander. Zo, scheidsrechter gaat helemaal niks. Wat een mooi spel is het soms. Zo, die gast ging met de beentjes de lucht in. Nee, dat meen je niet. Dat meen je niet. Zag je die gast met de beentjes de lucht in? Heel mooi spel soms. Yo, Lazio. Yo, Rolf. Ja, beuken anders. Tuurlijk. Even kijken. Jammer, Bob van de Bovenkamp. Six Just Kissed NL. Jij gaat een gezichtje. Dave van der Laar. Thanks voor de subbies. Eén kan ik heel moeilijk uitspreken. Er staat J-E-G-D-H-D-A-H-D-H-D-J-D-B. Die heeft gesubscribed, dus ik zei wel gezicht. Thanks for the series. Lekker man. Wanneer begint de E-divisie? Volgens mij wordt het dinsdag of zoiets uitgezonden. Of beginnen ze met de wedstrijd uit te zenden, zeg maar. Wat raad je aan? Welke tijd? Ah, ik speel wanneer ik tijd heb, man. Dus het is heel wisselvallig, zeg maar, wanneer ik speel. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Ik speel gewoon wanneer ik tijd heb. Als ik maar een weekelijk afkrijg. En een goede score is het natuurlijk.
Maar jullie worden brandblokken. Dan komt er nu ook een beeld, zeg maar, geschoven. Als ik als iemand stuurt. Oh ja, ik heb wel een beeld geschoven. Hier nog even geabonneerd. Mooi. Gideon Dikhoff heb ik geabonneerd. Net op heel hard werken. Oh, ja, dat werkt inderdaad heel hard. Dat is een beetje rond een normaal percentage blijven spinnen. Oh. Maar mijn liefde wedstrijd, ik speel alleen thuis, maar de reden van is als ik uitspeel heb ik heel vaak dat ik nog erger delay heb, zeg maar, dan als ik thuis speel. Dus dat is de reden dat ik graag thuis speel. Damon, jij moet het weten, dat is de beste. Dat ik om de 2-3 games zet ik mijn record. Verander ik mijn record. Snap je dan? Jij moet het als de beste weten. Ja, 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 Tony is on fire vandaag, jongens. Het is niet te geloven. Yo, Daan, dat is goed, jongen. Weet je of ik thuis speel of niet? Als de tegenstander nog moet inladen, als er staat wacht op tegenstander, dan weet je dat je thuis speelt. Als je dat niet ziet, dan speel je uit. Yo! Elkaar nu, jongen. Het is breder. Shit, ja, ik voel hem aankomen. Tweede paal. Nee. Ah, nee, maar aan de rechterkant is niet fijn. De reden ervan is, hij maakt het niet breed. Hij loopt heel dat naar binnen toe. Dus ik zit te denken om Neymar te verkopen en Mbappé terug te halen. Meer de reden omdat hij niet helemaal goed loopt soms. Ah, oh, deed niet. Ik wil dit nog een keer akka. Dat zijn korte voetjes. Die korte potjes hebben we graag, jongens. Mark Jeuring, de Pokerboys, een medditje. Thanks voor de subs. We gaan lekker met de subs, man. Ook of niemand. Ik kon niet eens mijn conditiekaartje gebruiken. Fijn. Nou, groetjes. Oh, we hebben bijna 36k, hoor. Nog 47. Welke dag kom ik op tv? Ik heb geen idee welke dag, man. Ik denk de laatste dag omdat ik pool C ben, denk ik.
Zo zijn echt klote jammer, maar ik moet gewoon spelen, man. Ik moet echt zoveel potjes. Oh, ziek. Ga door. Ja, lekker. Golazo! Ah, als de keeper niet kwam. Oh, bijna. Oh shit. Oh, lekker verhalen. Oh, heel lekker ingestopt. Kom aan, Cruijff. Nee! Ah, domme actie. Och. Oké, volgende keer moet ik naar binnen gaan. En hij stapt blind in op de cel, dat ik terug ga. Als ik dan naar binnen ga, dan ben ik weg. Ah, dit is unlucky. Gaan we toch naar binnen. Let's go. Nee, wat doet hij? Ik had hem bijna door ongepland. Of nee, ik heb verwacht. Oké, die moet voor mij zijn. Laat maar lopen. Tuurlijk. Oké, terug. Let's go. Wat? Lijpe dingen. Goeie bal. Oh. No. Woehoehoe. Ja, grap, je mist die hele bal. Lekker hoor. Ah. Oh. Ah, andere kant op. Ja, scheidsie. Hallo.
Hallo. Voor mij. Tony? Tuurlijk, let's go. Zo, die ging bijna volle kruis in. Nou. Ja, ik moest hem in één keer doen. Die aannames zou sowieso niet goed zijn. Memo. Tikkie terug? Lekker man. Ik geloof dat het zo'n beest. Ah, die was niet goed man. Dat is niet goed. Oh. Oh, dit is zo zonde, dat was zo'n mooie aanval geweest. Dan kom ik echt goed weg. Eerlijk is eerlijk. Ja, ja, daar gaan we. Oh, 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 is die shot, ouwe? Oh, joh. Oh, nee. Tuurlijk! Dat is wel een goeie. Kijk, misschien kan ik hem onder mijn stoel zetten. Oké, horen jullie me nog steeds goed? Hij staat nu onder mijn stoel. Hij staat nu onder mijn stoel, dus misschien hoor je nu minder dat getik. Laat me weten of de getik wat minder is ook. Dat vind je van je pool. Pittig Tom. Die pool is heel pittig. Als je vergelijkt met de rest. Dan denk ik, ja man. Ik weet niet wat ik meteen zal aan het doen zo man. Maar ik moet nog heel wat potjes. Oh, hij trapt er bijna in. Dat was niet groen, dat was niet groen. Timing was niet goed.
Lekker hoor. De timing was weer niet groen. Als hij groen was, denk ik wel dat het gesleten. Oh nee! Mijn paar is niet goed. Come on. Let's go. Oh. Ja, dat die paas er tussendoor is net niet goed de hele tijd, man. We hebben ook potentieel, natuurlijk man. We gaan het zo lang door terwijl we het halen. Maar hoe is het nu met dat getik zeg maar, van mijn controller? Hoor je dat nog steeds heel erg? Dat ik nu onder mijn stoel sta en dan hoor je mijn stem nog steeds goed? Laat even weten man. Wel minder? Hoor je wel nog? Oké. Okay. En dat getik? Tik hoor je ook niet. Ja, tikken blijf je horen, man. Blijf je sowieso horen. Is niet beter. Nou, dan hou ik hem lekker. Ik hoop mijn neus nog. Let op Werner! Let op Werner! Wat een beest! Wat een snelheidsmonster! Wat een snelheidsmonster! Oh, waar ga je naartoe, Pik? Oh nee, ik dacht ik had hem. Hier komt die. Ah, oh, dat was naar Ronaldo. Zo! Agressief van Kanté, jongens! Hallo. Nee, ik ga blijf maar op pauze drukken. Yes, je hebt nou eens top secret, man. Custom tactics, top secret. Maar ik kan je wel een tip geven. Doe niet te veel met je custom tactiek, man. Ik heb ook bijna niks gedaan met mijn custom tactiek. Bijna 36k, zeker weten, Bojan. Heel mooi. Gaan we in één keer proberen? Je kunt gewoon proberen. Kijken of we het halen. Veel te hard. Grazie, Dari. Ronaldo. Iets meer van je verwacht, jochie. Schakelen is goed, dank u. Unlucky. Werner, lopen Pik. Zo, zoek iets houden. Ja, er is er niet meer bij te houden natuurlijk, hè? Snap je wel. Oh, dacht ik mis hem houden? Ik dacht ik mis hem! Ik dacht ik mis hem! Oh joh!
let's go. Ik raak hem niet aan, hè? Ik raak hem niet eens aan. Hoe kan dat nou? Oh, ik zit vast. Ah. Scheissie? Hallo? Hallo, nu? Referee? Uh-oh. Zwalbe, scheids! Zwalbe! Wennen kan wel koppen. Oh, niemand reageert bij hem. Niemand reageert. Oh, niemand reageert. Ja, dan maken we hem af. Oh. IE maakt het weer helemaal goed. Van de fout van de keeper bij mij. Nou, gewoon helemaal niet meer kunnen reageren bij hem. Ik ga het eens proberen, kijk hoe het uitpakt. Ah, oh, ik wil tegenhouden dan. Right. Zo! Yo, TM21, was goed jongen. Nee, wacht. Ik vind het wel leuk. Raam is goed, Raam is zeker goed. Het is meer, ja. Ik heb liever Varane, maar omdat ik Raam te agressief vind. Maar dat is meer iets voor mij. Het is meer een persoonlijke kwestie. Persoonlijke kwestie is dat. Chico de Jong, Patrick, Joost, Buma en Marco Hel, thanks voor de subs. Nog 31, hè? Nog 31. Oeh! Besef, we hebben. Wat is het? Nog een uur. Hebben we, even denken, is van 30 erbij of zo? 20, 30? Subscribers erbij? Dat is wel leuk, toch? Ga je winnen van Paschi? Ik ga mijn best doen, man. Wow! Wow, leuk team. Ik ga mijn best doen tegen Paschi. Paschi is natuurlijk een hele goede speler. Bronzen bank niet meer nodig, nee, geloof niet zo in. Geloof niet zo in. Maar dit wordt wel een moeilijk potje, man, dat kan ik je wel vertellen. Dit zijn echt hele makkelijke potjes. Dat is wel een goede tegenstander.
Alright, let's go, man. Ah, dat deed hij heel gelukkig. Dat was hij heel gelukkig. Dat is een blinde tackle. Ah, jongen, 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 jongen. Wat? Ik paas hem helemaal naar mijn cv, hè? Wat is dit nou weer? Ja. What the fuck? Lui spelletje soms, man. Maar nee, 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 nee. Hij doet steeds niet wat ik wil. Ik wil steeds die akka doen, maar hij doet heel wat anders de hele tijd. Ik zit hem niet helemaal op te wachten. Nou, we wachten keeper volgens mij. Ah, oh, dat is toch geen buitenspel, joh. Unlucky. Helaas. Ach. Scheids? Ja, goed. Wow. Ja, joh. Ach, jongens. Daar zijn we mee bezig. Scheids? Nee, natuurlijk niet. Helaas, pindakaas. Ja hoor. Ach jongens, kom op nou man. Ach. Ik verlies al die duels man. Dan slaat het op.
Ja, yeah, let's go. Ja, wat moet je doen dan? Oh ja. Yeah. Ah! Ah, waarom zijn die ballen nooit goed? Unlucky man. Unlucky. Ah, ja, ik was te laat met spelen. Nee. Nee. Can't touch this. No. Ah. Nee. Ja, dat is... Ah, man. Ah. Oeh, lekker. Ah. Man. Ja, nou. Uh-oh. Oh, hij geeft die bal niet voor. Oh, dan kom ik zo goed weg, ouwe. Oh, dan kom ik echt heel goed weg. Ja, lijp, ouwe. Ja, dan maak ik hem. Let's go. Thanks, Damon. Voor Leo op ieder geval. Oh jee. Yeah. Ja, hij is anders gaan spelen. Volgens mij speelt hij nu 4-3 aanval zo. Zo'n gevoel heb ik. Ja, Blank kan toch niet schieten.
Kom aan, Gulli. Ah, niet goed open, niet goed open. Shit, jongens. Oeh, wat een mooie bal. Ja, wat een mooie bal. Mm. Let's go. Schermen, 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 schermen. Lekker. Scheids. Scheids was alles behalve de bal, joh. Nee, lekker. Hoho. Nee, nee. Oh, de geluk. Tony Luke en L. Oei, oei, oei. Nee, andere. Kan ik hem ook nog wegsturen? Nee, kan niet meer. Oké, dan pompen. Tony Luke en L. Toch niet? Ah, we gaan erop door. Tjaro, ik was zo meteen voor je kijken. Ik dacht 3,5, 3,6 of zo, man. Oh, dit is gewoon echt een hele goede speler. Voor mij echt op de bron spelen of zo, man. Nee, ik moet even een e-sport dan niet, man. Ik zou voor je kijken. Tjaro. Mick van der Brug. Joa, Ferreira en O. Sosa. Thanks for the subbies. Bijna 36k. Pap, 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 pap. 3,5 man. 3,5 miljoen. Vind ik te duur. Ik niet, man. Hij is het meer dan waard. Hij is het meer dan waard. 3,5. Wat is die 4,5 miljoen nu? 4,5? Ja, man. 4,5 is niet waard, man. Nou, 3,6 hier geboden, 4 mil. Kijken wat hij gaat doen. Ik hou hem voor je in de gaten, Tjado. Nu weet je wat hij nu ongeveer kost. Ismael, ik kan uit elke speler kiezen in de E-divisie, man. Dus ik heb nog een beter team in de E-divisie. Mijn draaitje gaat steeds onder de mic. Flavio! Thanks for your subby, bro. Ja, zeker Bojan. Iedereen heeft gelijkwaardig teams, zeker man. Kan daar niet over geouwehoerd worden, zeg maar. Dus. Bojan, die staat meteen in de ingestapt, man. Met custom tactics. Wat is dit dan? Nee. Nee, wat is dit? Wat is dit nou weer? Oh, joh. En Mart gaat hier sneller van bonken, man. Dit is niet oké, okay, jou. Jezus. Even een paar ruggen tegenaan gegooid, hè?
grap, ouwe. Ja. We gaan het beste van maken, jongens. Ah, je kan geen noob zijn met zo'n team, man. Dat is onmogelijk. Oké, dit potje ga ik niet heel veel praten. Deze wil ik heel graag winnen. Gewoon naar het principe. Ja, hij kan het wel, hij kan het wel. Ah. Ze liepen niet goed, man. Ze liepen niet goed. Ik weet wel wat ik 2 dagen ga doen. In ieder geval, als ik het red. Net niet. Ja, maar daar kan ik zo doen, man. Dat is gewoon wat het spel even zegt van tegenstander moet even scoren. Daar doe je helemaal niks aan. Dat is wel grappig. Ja, helaas. Ik moet het even redden tot de tweede helft. Dan weet ik wel wat ik moet doen. Nee. Oh, gaf me niet. Lekker.
twee van die shit goals, man. Ah, oh, twee van die shit goals. Doe er niks aan. Hallo. Nou. Ah, jongen man. Kom op, hou. Bijspel of niet? Geen bijspel, mooi. Ja, lekker shit goaltje. Lekker shit goaltje. Heel mooi. Dit is de game van alle shit goals. Grappig spel. De game van de shit goals. Oei, oei, oei. Nou, we zijn wel beter, man. Maar ik weet wel wat ik moet doen. Kijk, mijn plan was, Zanetti kan je springen. Als het goed is, heeft hij Zanetti op de rechtsback staan. Zanetti heeft 50 springen, zie je? 51 springen, precies, zijn volgens mij. Dus, en de Werner heeft 80 springen. Dus, als ik gewoon lange ballen ga geven op Werner, dan moet ik easy goals kunnen maken, lijkt mij. Maar het is gewoon een risico wat je moet nemen soms. Nee, nee, niet instappen. Tony Coconel. Uh-oh. Doe maar. Ja, is goed. Ah, deed te lang. Lekker wennen. Wat, wat, wat? Dat was niet de bedoeling, man. Een klein tikkie. Oh, schiet hem weg. Shit. Dat was niet de bedoeling. Ja, ik verlies alle duels, man, nu. Hallo jongens, ik wil ook nog kunnen spelen. Zou heel fijn zijn. Nee, nee, oh, ja hoor. Keeper? Nee, ook niet. Apart. Tikkie terug, Jaap. Lekker pik. Oké, nu moeten we het plan gaan uitvoeren. Hoge ballen. Wow, lijpe lek. Hoge ballen op. En Werner. Dat is het plan. Moet ik er wel kunnen komen. Oh, was hij buitenspel? Ik denk eindelijk dit is het moment. Oh, shit.
Ah, Werner, daar gaat hij. Ah, die aanname. Oh, dit is wel mooi. Dit is niet mooi, dit is wel mooi. Dit is heel lijp. Ik kan helemaal niks meer, man. Laat ik even pauze drukken of zo. Werner, lopen pik. Ik had echt verwacht dat die zou zitten houden. Die van Ronaldo. Maar ik snap niet. Net die voorzet van Werner, dat hij over de achterlijn ging. Gewoon een vierstaan wiekvoet. En gewoon een vierstaan wiekvoet. Ik kan mijn ding even stekken er even uit, want het was stelt in de weg. Wel leuk. Nou, hij kan ook nog best wel aardig spelen ook, hoor. Tegenstander. Alleen ik hoor dit gewoon te winnen, man. Uit? Nee, dus in. Oh, wat een grap! Hij zit even Maradona erin. Hij zit even Maradona erin. Wat is dit dan weer? En Pele ook? Nou. Je mag niet aan zo'n team komen, man. Dat is niet normaal. Ja, let's go! Je zet gewoon Pelé en Maradona erin als wissel, ouwe. Wat is dit voor lijpe grap? Een grap is trouwens, ik gaf hem hieronder op Werner. Ik zag niet eens dat Ronaldo ging lopen. Nu kom ik echt goed weg. Nu kom ik zo goed weg, ouwe. Ik gaf hem eigenlijk gewoon op mijn Werner mee. Maar ik moet mijn tactiek nog steeds even een keertje uitvoeren. Kijken of het werkt. Ah! Op zijn net die hoog geven. Hij raakt een beetje in paniek nu. Als het goed is. Als het goed is raakt hij een beetje in paniek. Jojo. Ik heb lijpe lek, man. Ik ben niet aan tijdrekken, jongens. Ik ben op zoek naar het gaatje, dat je het weet. Dit jaar doe ik niet aan tijdrekken. Ik heb het niet nodig. Ik heb niet nodig om tijdrekken. Let's go.
Oké. Boom! Oh, yo! Die Yassine is wel een monster, man. Die Yassine is wel een monster. Kan ik je wel vertellen. Wat is haar PSN? Kan ik nu zien, Chado? Dit is haar PSN. Die gast heeft volgens mij elke icon in de game, houden. Dat is niet normaal. Kan ik je wel vertellen. Ja, we waren alleen maar lucky goals, man. Alleen maar de lucky goals. Ja, dit is ook lijpe luck. Deze was wel goed uitgespeeld, volgens mij. Ja, ik ging ook door zijn benen. Ja, dit was ook niet zo leuk. Blok. Terug. Ja, mag je nog een keertje proberen. Oké. Ja, hier ben ik zo. Heb ik deze nog gemist? Nee. Dat is ver over, man. Ja. Hier loopt ze ook aan de weg. Dat is nog een penalty geweest ook, volgens mij, anders. Ja, dat Ronaldo deze overkomt, dat vind ik wel een beetje frappant, maar... Ah. Hier speel ik eigenlijk onder op Werner, hè? Ik had er Ronaldo niet eens zien lopen. Maar wel fijn in ieder geval dat hij toch zat. Hier was ik gewoon aan het stressen. Hij dacht, nu moet ik scoren, maar wel lekker. Ja, hier ging het eigenlijk al nergens meer om. Maar. Laat zijn team zien. Kan ik dat nog zien? Dit was zijn team, man. Dat twee Ronaldo volgens mij. Prime Ronaldo. Pele, weet niet of die Prime is. Oh, kijk, zijn bank houden. En dan Ronaldinho op de bank ook nog. Van Basten, Pogba, Neymar. Aubameyang. Wat is dit een grap, houden? Jezus, dan heb je alles in de game, houden. Dan heb je alles in de game. Lijp. Oh, in ieder geval 36k trouwens, man. 36k volgers. Jongens, ik ga even avondeten. En ik denk dat ik met uurtje, 7:30 ongeveer. Het is nu 6:30 volgens mij. Dan ben ik bij de live. Zullen we dat afspreken? Ik zal het ook even op Instagram zetten. Half acht gaan we weer verder. Ga ik even avond eten en dan. Vind ik het. Dan moeten we nog 9 wedstrijden knallen. Is dat een mooie? 7:30 live. Oh, als mijn avondeten klaar staat, anders ben ik iets later live. Ik communiceer via Instagram in mijn verhaallijn. Zullen we dat doen? Ik zal binnen nu 5 minuten wat op mijn verhaallijn zetten. Dan moet ik even aan mijn moeder vragen. Versus. Ja, ik weet het, ik moet aanpassen. Ik zou nog even snel een series op noemen. Flavio van de Bundel natuurlijk. Max Foppe, Reins NL, Maurice en Brad Pitt. Brad Pitt, tuurlijk! Brad Pitt, volg gewoon! Brad Pitt, subscribe gewoon! Oké. Tony gaat 21-0. Ja, weet ik. Ik pas meestal onder de 21 games aan, maar nu zou ik het wel even meteen doen. Zo. In ieder geval... Thanks voor allemaal voor het subscriben. Waarschijnlijk 7:30. Misschien iets later. Ik communiceer via Instagram. Dus check mijn Instagram. Tony Kokkeno. En dan tot straks. Laatste 9 games straks. Thanks voor het kijken en support natuurlijk. Hè. Zeker tegen die Icon Team. Blijf support houden. Let's go. Later. Tot straks. Joe. Joe. Groetjes. Da.